Brommens, voor het eerst boven de degradatiestreep, plek 13. Hoe voelt dat? Ja, goed denk ik. Je voelt ook in de kleedkamer, iedereen is heel blij. En ook, ik denk de manier waarop we vandaag hebben gespeeld, dat geeft nog meer vertrouwen en een goed gevoel. Uiteindelijk is het doel denk ik behaald voor de wedstrijden Volendam FC Emmen. We werden toch een beetje als twee wedstrijden gezien. Hier moeten we onze punten pakken. Nou ja, volle 100%. Ja, klopt. Klopt, dat was een doel. Toch minstens 4 punten eigenlijk te halen in deze twee wedstrijden. En, ja, het is mooi om de fans ook iets terug te geven. De eerste 3 punten hier thuis. Dus ja, mooie dag vandaag. Het waren eigenlijk lastige omstandigheden voor een wedstrijd. Zondag om 11:15. Heel veel regen. Hoe voelt dat als speler? Speel je daar graag in? Op zich een beetje regen vind ik niet zo erg. Ja, de tijd 11:15 is ook niet echt mijn favoriete tijd. Ik speel ook liever iets later. Maar ja, op zich is het een beetje wennen. Maar op zich heb ik er niet echt problemen mee. Nou, de wedstrijd leek wel een beetje stroef op gang te komen. Kan dat met de tijd te maken hebben of was het gewoon het tactische spel? Ja, ik denk meer het tactische spel. Ik denk dat dat niet echt iets te maken had met de tijd. Klopt, we begonnen het eerste kwartier denk ik iets minder. Het was een beetje kijken hoe zij stonden, hoe wij gingen spelen. En dan zie je daarna, kan je het wel oplossen met een paar tactische zetten. En een paar, volgens mij Willem en Bobby waren omgewisseld. Dus, toen ging het ook beter, ik kreeg meer grip op de wedstrijd en dan maak je een goede goal. Ja, in de 35e minuut, was dat een soort bevrijding? Ja, toch wel. Het gevoel was ook goed in de wedstrijd, wat het overwicht. Dus het is ook wel fijn dat je dan die 1-0 maakt. Mm-hmm. Dat je dan toch iets meer, nog vrijer kan spelen. En, ja, ik denk dat we na het eerste kwartier eigenlijk altijd wel grip op de wedstrijd hebben. En na die goal kreeg je ook het publiek mee achter je? Ja, klopt. Ik denk ook dat het te maken had met dat we veel de tweede bal wonnen en agressief in de duels waren. En, dat zie je, dat zien de fans gewoon graag. En, het is mooi omdat we dat kunnen geven aan hun. En, ik denk 2 mooie goals. Dus, ja, uiteindelijk valt die 2-0. Heb je dan ergens in je hoofd de wedstrijd al gewonnen dat je denkt deze geven we niet meer weg? Of komt er dan toch wat spanning bij kijken? Nee, je hebt meer het gevoel van oké, ja. We gaan hun niet de 2-1 laten maken. Dat is gewoon het gevoel. We hebben niet echt het gevoel van ja, we zijn er al of zo. Maar natuurlijk, als je de 2-0 maakt, is het toch wel bevrijdend, zeg maar. Ja. En, dan moet je gewoon alles op alles zetten om de 0 te houden. En dat hebben we gelukkig gedaan vandaag. Ja, maar dat moeten we ook niet vergeten te benoemen. De 0 gehouden, dat moet toch ook defensief een hele boost geven? Ja, zeker. Zeker. Ook voor. Wat je zegt voor de defensie en de keeper en voor heel de ploeg, denk ik. Eerste wedstrijd 0, dus ja. Even naar jouzelf nog, een 4-4-2 systeem. Hoe speel je daarin als middenvelder? Bevalt dat jou? Ligt dat systeem jou? Ja, op zich wel. Op zich wel. Ik speelde nu samen met Evert op middenveld. Op zich ging het best goed, denk ik. Veel tweede ballen gewonnen. En, ik speel nu iets meer zeg maar, als verdedigende middenvelder. Het is een beetje aanpassen dat je aanvallend iets minder kan doen, zeg maar. Maar dat is een rol die je van de trainer krijgt en op zich voel ik me er goed bij. Dus, Ja, want je bent eerder in het seizoen ook nog wel eens aan de rechterkant ingezet. Waar sta je het liefst? Waar ik vandaag stond, links midden. Top, ja. Dankjewel. Alsjeblieft.